Ze hadden zich weer verzameld, hè? De deugneuzen bij Op 1. Ja, en er zat ook een Debbie Gerritsen bij. En die gingen ons allemaal even uitleggen dat we niet zo kortzichtig moesten zijn met de opvang van asielzoekers. En dat gemeenten, die moesten dat eigenlijk allemaal maar gewoon toestaan. Ja, dat kwamen ze allemaal vertellen. Nou, en hup, ja, daar was hij. Ja, maar de beveiliger, weet je wel, die werkt in de AZC van Ter Apel. En die heeft me al een keer eerder geschreven, en dat heb ik jullie laten zien in een video. En die schreef mij gelijk weer. En die zei, nou, wat ze daar allemaal vertellen op tv, laat ze je maar eens een dagje meelopen. Schreef hij, ja, dan gaan ze jankend naar huis. Dus, ik vroeg aan hem, ik zeg, zijn die andere gemeenten terecht bang dat het bij hun net zo uit de hand gaat lopen op straat, zoals in Ter Apel? 100%, schreef hij gelijk terug. Ja, je ziet het hier staan. Ja, en toen ging hij gelijk door. Ze willen een luxe leventje en wat ze niet kunnen krijgen, dat stelen ze. Ze gebruiken sneller geweld. Ze lachen ons uit en het is hier een walhalla voor ze. Alles gratis, straffen zijn laag en alles wordt geregeld. Maar toen was hij nog niet klaar en ging hij nog even door. En met, ja hier, daar komt hij, gratis zorg, gratis tandarts, gratis huis, uitkering, geld voor inrichting en je krijgt zelfs geld mee als je teruggaat naar je eigen land. Dat schreef de beveiliger. Ja. En toen vroeg ik aan hem, maar waarom is het dan onveilig, hè, bij die andere gemeenten? Ze zeggen steeds dat het maar een kleine groep veilige landers is. Ja, dat is toch wat we steeds horen. In de media, op tv, officiële kanalen. Iedereen zegt steeds, ja, het valt wel mee, want het is een kleine groep veilige landers. Nou, en hier komt zijn antwoord. Hij zegt, nee, het is het overgrote deel. Dit is een leugen om het te downplayen. Dat zei hij gelijk. En toen ging hij verder. Het is geen klein groepje. Het zijn duizenden mannen die hierheen komen voor de verkeerde redenen. En dan gaat hij verder. Zegt hij, we hebben een hele grote groep aan kansloze, alleenstaande mannen. En waar je ze ook heen stuurt, ze gaan de fout in. Daar waarschuwt hij voor. Het maakt niet uit. Je kan ze naar andere gemeenten sturen. Dan verplaats je de enorme ellende van Ter Apel gewoon naar andere gemeentes toe. Daar waarschuwt de beveiliger voor. En toen antwoordde ik aan hem. Het klinkt niet erg hoopvol allemaal wat je nu schrijft. Ik had het iets positiever ingeschat. En toen antwoordde hij alleen maar met, ja, ik kan het niet mooier maken. We moeten in actie komen. Het is 12:15. Nou, hey, deugneuzen. Als je dit nou allemaal weer gehoord hebt, hè, dan heb je iets om over na te denken tijdens de kerst. Hey, hey Den Haag, gaan we nog wat doen?